Leuke bril, leuke bril. Hoi. Leuke bril. Wat zie jij nu doen? Ik zie ook helemaal niet. Je komt zeker uit Rotterdam. Dankjewel dat je er bent. Fantastisch. Jezus, wat een fantastische bril. Ik zie niks, want je bent bijna blind, hè? Geloof ik. Ik heb min 4. Min 4. Min 4. Maar het staat je wel super mooi. Maar zijn ze allemaal, moet ik zeggen, allemaal geslepen? De glazen? Ja, allemaal op sterkte. Daar ging het. Maar wat een mooie bril. Geweldig. Staat het echt tof, hè? Laat me even kijken. Maar dit maakt gewoon een statement. Dus ja. als je me zo ziet, denk je, oh wow, sterke stoere vrouw. Dit is de schattige bril. Ja. Nou, maar je hebt ook een ongelofelijk bril. Je hebt zo'n super mooi gezicht natuurlijk. Maar je dank je. Maar je houdt van accessoires? Heel erg, want ik vind gewoon dat iets toevoegt zonder dat je heel veel moeite hoeft te doen. Precies. Je bent een grote vrouw, dus hoe doen we dat? Met kleren. Eigenlijk zijn twee dingen. Je kan natuurlijk op de conventionele manier in de winkels kun je shoppen. En ik krijg heel vaak de vraag van Sherman, waar koop je kleding? Nou, kan je leuke dingen vinden? Heel veel. Dit wat ik aan heb, vind ik zelf heel leuk. Is ook leuk. Het is gewoon leuk. Een H&M'tje. Het is 20 euro. Maar de schoenen maken het ook, hè? Ja, absoluut. Ja. Deze schoenen zijn van United New. Dat is een Nederlandse merk. Heb ik ook de zilveren versie van. Ja. Maar dit bijvoorbeeld is ook gewoon een H&M'tje. Maar dat is gewoon helemaal niet ingewikkeld om voor een grote maat ook gewoon... Nee, maar je moet het weten. Je hebt ook ontzettend grote voeten, hè? Dus dat. maar 43, dat is niet makkelijk. Ik wil je zo meteen wel even dit leuke jurkje zien. Gaan we doen. Ik kan helemaal niet. I can give you all of my love. You gotta work. You gotta work. Leuk, hè? Je ziet er geweldig uit. Zo schattig. Wonderschoon. Goed gekozen. Dank je. Volgende. Volgende. Doei. Doei. Ik heb gewoon de kleren gemaakt. Het is een Antilliaanse dame, Mihaila uit Rotterdam. Ja. En ze had mij gewoon een keertje benaderd, ik denk 4 jaar geleden. Ja. Van, hey Sherma, het lijkt me leuk om kleren voor je te maken. Ze doet het eigenlijk heel klein, heel kleinschalig. Even kijken. Want wat is dit? Dit was Tonic. Oh, dit is je dingetje? Van de Voice. Toen ik End of the Road had gezongen, had ik dit aan. Maar dan maakt ze alles. Ze maakt de riem. Yeah. Ze zoekt ook de buckles. Yeah. Dus dit had ik aan voor mijn. Ik had een tribute to Aretha Franklin gedaan. Ja. Ik ga dat nu weer doen trouwens. Heeft volgend jaar. Iets gospelachtigs. Ja, maar vanwege het paars. Ja, tribute to Aretha. Dat was heel tof. Ja. Oh, dit. Maar wacht even, wacht nee, even. Nee, ik zie het al. Ja, nee, wacht even. Mijn kraaienoog zit al. Je zag al de prultjes. Ja, maar dit is natuurlijk geweldig, hè? Hey joh, maar ik ben een dol op je. Wat nou? Je bent toch ook uit Rotterdam? Nee, maar ik weet hoe je het doet. Ik zie het al. Want je gaat nu zeggen, dit wil je. Ik weet het. Dit is gemaakt. Gemaakt door een vriendin van mij. Ja. Ze heet Chits by Chits. En zij maakt, it's one of a kind. Niemand anders in de wereld heeft dezelfde sjaal. Dus ik heb gezegd, ik wil een grijze sjaal. En dan gaat ze los. Ja. Michael Kors, ik heb hem ook. Tenminste niet deze, maar ik heb wel Michael Kors. Vind je leuk? Wat mooi? Ik hou van Michael Kors. Ik heb kleuren, maten. Waarom even? Gewoon, het ziet de uitstraling. Ik vind het gewoon bij me passen. Ik heb ook tassen van Tony Cohen. Vind ik ook hele mooie leren tassen maken. Maar ik vind, het gaat er niet eens om wie het maakt. Het kan ook zijn iets op de markt. Ja. Maar het moet gewoon een bepaalde uitstraling hebben. De Passion? Ja, van vorig jaar was het in de Passion. Maria? Had ik dit aan. Was het leuk om te doen? Dat was geweldig. Het is koud, hè? Weet je, schat, we zien het soms erbij. Dit was een Maria. Het is een onderjurk en dan hier hebben ze dit vastgenaaid, want het is buiten met waaien en wind. Ja, het was heel koud en het waaide heel hard. Heel koud, alles. Ja, met een open nek, het was tof. De ballen? Laat ze niet vallen. Het was gezellig. Het is super gezellig. Thanks, dat was echt leuk. Doei, doei. Echt leuk. Ik pak de sjaal nog eventjes mee. Ha!